Vandaag maken we voor Balearen.nl een kokka, onze zogeheten plaatkoek. En daar hebben we nodig. ...500 gram bloem, een zakje gist, een klein beetje suiker, een beetje zout, een scheutje wit wijn, zo, 250 ml water, pak een beetje lauw water en een flinke scheut konijnroming. Nou. Deze plaat is eigenlijk gewoon een Spaanse variant van de Italiaanse pizza. Je kan hem met alles en nog wat kan je hem bedekken. Vandaag beleggen wij hem met seizoengroenten. Daarvoor hebben we gekozen voor 2 paprika's, flink wat tomaten en wat ui. Nou, je kan natuurlijk ook vis bij stoppen of kaas. Je kan hem ook zelfs zoet maken door wat kerst bij te stoppen. En zodoende kan je maar met je eigen smaak kan je maken. Oké. Ik heb het deeg nu een minuut of 8 gekneed. Het is nu een mooie bal geworden. Nu gaan we het laten gisten. Daarom doen we even wat lijden die in de schaal. En we draaien het deeg rond zodat het helemaal bedekt is met een luiwilling. Snijder. Kruisen, ik kan het beter rijden. We doen een theedoek overheen en we laten het op een warme plek zeker overrijzen. Het deeg heeft ruim een half uur gerezen en het is bijna verdubbeld. En nu gaan we het op maat maken voor de plaat die ik heb ingewikkeld met een klein beetje ruimte. Het deeg uitgerold en bakplaat gelegd. En we hebben ervoor maken we even om wat gaatjes tegen. Dan kan het nog even een beetje doorrijzen. En dan gaan we nu gaan we snijden. Nou, stukjes maakt niet uit. Het kan ook een beetje grof. Dat gaan we dan in een schaal vermengen met olijfolie, een beetje peterselie, peper en zout. Dat gaat dan allemaal op de plaat en die gaan we dan in de oven van 200 graden een half uur lang gaan laten. Uien, nou, die ook gewoon heel goed snijden. Die worden helemaal zacht. Hetzelfde geldt voor de tomaten straks. Dat hoeft dan ook niet. Ik heb Roma tomaatjes genomen. Lekker. Je kan natuurlijk altijd het groene stilkje eruit halen, maar ja. Je moet aanhouden zeg maar 500 gram tomaten, 500 gram ui, 500 gram paprika, nou, peterselie. Dat is zeg maar gewoon. Die ga ik wel even tussenuit, en even een grote. Zo. Hierbij gaat wat peterselie. Goed fijn snijden. Zo. Daarbij een goede olijfolie. En flink wat peper en zout. Dit mengen we even allemaal goed door.
Dit gaan we vervolgens over de coca uit strooien. We moeten vooral natuurlijk nog even op de plaat brengen. Dus ook het lekkerste als het gewoon een beetje van die grote stukken is. En als het zo klein is, ja. Ik vind het wel fijn als je nog een beetje kan zien wat het is. In plaats van dat het één grote, ja, boos is. Tomaten kan je een beetje, fijn knijpen. Het sap gaat dan ook lekker in de deeg zitten. Nou, als je denkt dat het goed verdeeld is, zoals nu het geval is. Dan flink wat lijm er weer over. En dan gaan we een half uur naar over. Na een half uurtje is de coca klaar. Je kan hem goed serveren bij een lekker glas wijn. Je kan hem ook natuurlijk koud eten. Voor Baleare.nl is het coca aan pennen.